Albert, waar ligt jouw hart? Bij de opera, de oratorium zingen of de liedkunst? Bij allemaal. Als iemand mooi zingt, dan word ik gelukkig van. Maar om het zelf te doen? Om het zelf te doen. Ja, dat past toch opera wel het beste bij mij. Hoewel ik graag liederen zing, maar ja. Je hebt het zelfs geschopt tot de zogenoemde heldentenor, hè? Klopt, ja. Ja, ben je eigenlijk altijd al natuurlijk, vanaf het begin. Maar eerst ben je nog jong en dan kan je stem er nog niet aan. Dan moet je ervaring voor opdoen om heldenrollen te zingen. Maar als je dan eenmaal begint met zingen, moet dat dan eigenlijk ook je inzet zijn? Als je dan tenor bent, dat je een heldentenor... Nee, ik heb altijd stukken gezongen die ik graag wilde. Of die op mijn pad kwamen door het werk wat ik deed. Maar ja, dan hoorde je in het begin al heel vaak, oh, heldentenor. En dat sprak me natuurlijk wel aan. Je zit ook aan de andere kant van het creatieve proces, hè? Want ik heb begrepen dat je ook opera's regisseert. Ja. Maar zelfs ook een opera hebt gemaakt. Ja. Torrentius. Klopt. Had je dat nodig? Dat kwam ook op mijn pad in Haarlem. Was zo'n kleine stichting, heette Haarlemse Opera. En die zei, nou, we willen iets doen met een 17e eeuwse schilder. Dat is de Torrentius. Nou, dan is er niet genoeg geld om een hele opera te laten componeren. Dus heb ik een zogenaamde pastiche gemaakt. En zelf de teksten geschreven, de verbindende teksten. En een dramatisch verhaal gemaakt. En dan op sommige momenten in dat dramatische verhaal zoek je stukken uit bestaande opera's. Die het verhaal versterken. Zonder dat het te bekend is. Als je dan natuurlijk een hele bekende aria uit Carmen neemt, dan zeg je, oh, ik hoor Carmen. Maar dan moet je wat stukken zoeken die misschien wat minder bekend zijn, maar die toch dat gevoel sterker maken. Ja. Vind je het fijn om ook die andere kant te doen? Ja, heel, heel fijn. En ik merk ook dat ik heb zoveel op de bühne gestaan met echt goede topregisseurs. Daar heb ik zoveel van geleerd en ook... zit in mijn bagage eigenlijk. En dan denk ik, als ik dan zelf mee bezig ben, van, oh ja, dat zei die regisseur toen. En ah, dat was daar. Ook, ja, dat is een heel mooi proces. Komt het je eigen zangkunst ook ten goede als je tegelijkertijd ook creatief bezig bent? Oh, ik geloof het wel, want je moet heel natuurlijk zijn. Je moet ook als je iemand gaat uitleggen hoe die moet acteren, hoe die moet spelen, dan, ja, dat moet ook bij jezelf passen natuurlijk. En ja, dat geloof ik zeker, ja. Heb je nog een tip voor deze jonge mensen die hier nu bezig zijn hun pad naar de toekomst te banen? Ja, absoluut. Wees een acteur. Wees een acteur. Lees je teksten. Lees je teksten in je eigen taal. Ik heb laatst waren we voor het IVC naar Polen. En er zong een Poolse tenor, een aria uit de Schöpfung. Mit Würd und Hoheit angetan. En daarvoor zit een recitatief. Het klonk gewoon niet. En toen zei ik van, zeg het nou eens in het Pools. Dat verstond ik dan weer niet. Maar hij kon het spontaan vertalen. En ik zei, zing het nu maar gewoon in het Pools. En er kwam een hele andere klank uit. En ik heb dat zelf ook veel gedaan. Ik ben een Fries van geboorte. Ik sprak soms mijn teksten Italiaans of Russisch of Tsjechisch om de expressie te pakken in het Nederlands. En soms ook wel in het Fries. En dan gaat het in je lijf zitten, in je lichaam. Dus ik hou echt van het totaal. Tekst, muziek natuurlijk, maar maak het je eigen. Dat het van jou wordt, zeg maar.